De komende nacht is het rustig weer in onze regio met opklaringen. Er zou weer hier en daar mist kunnen ontstaan of een paar mistbanken. Het gaat licht vriezen met temperaturen tussen het vriespunt aan zee rond min 2 graden dieper landinwaarts. En het kan lokaal glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Ja, en dan morgen overdag, de dinsdag, als het ochtendgrijs is verdwenen, is het prima weer met af en toe een zonnetje. Het blijft voor de rest overal droog bij een temperatuur van een graad of 4. En er waait een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. De dagen na morgen zien er helemaal niet verkeerd uit, beste kijkers. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Voor de rest blijft het tot en met vrijdag vrijwel overal droog. 'S Middags ligt de temperatuur een aantal graden boven het vriespunt, zo'n 2, 3 graden. 'S Nachts tijdens opklaringen dan gaat het licht vriezen. En wat de wind betreft, nou ook gelukkig een heel stuk rustiger dan vorige week. U ziet het hier zo aan de windpijltjes. Tenslotte nog een fraaie plaats.